En nou ja, ik zag iets op Marktplaats. Ja, dit is bizar. Het is een advertentie. Waarin 30 liter moedermelk wordt aangeboden. Ja, en daar heb jij wel behoefte aan. Nou, sorry, maar... Was je aan het zoeken op melk? Ja, ik had dorst. Ik denk, nou, we gaan naar Marktplaats. Maar 30 liter moedermelk op Marktplaats is toch... Raar! Ja. Of ben ik nou gek? Kunnen we die persoon niet... Gaan we even bellen? Zullen we dat doen? Zal ik mijn Jaap Knapsterhuis alter ego weer eens tevoorschijn halen? Ja, laten we dat doen. Oké. Okay. Even bellen met de dame die ze op Marktplaats 30 liter moedermelk aanbiedt. Even kijken. Met Sissy. Hallo Sissy, goedemorgen. Goedemorgen. Met Jaap Knapsterhuis van basisschool De Springplank in Hazerswoude. Oh, heel. Heb ik de wekker gemist? Oh. Nee. Nee. Ik ben geïnteresseerd in de moedermelk. Oh. Ik zie op Marktplaats dat je moedermelk hebt staan. En we hebben een probleem, want er is een levering met melk niet aangekomen. Dus wij kunnen die 30 liter wel gebruiken. Alleen de vraag is, kunnen we er ook chocolademelk van maken? Oh, dit is leuk wakker worden dit. Nou ja, ik ben best... We zitten eigenlijk in blinde paniek hier. Ja, ik hoop dat hij dan een snel ontvriezer heeft. Maar moeten we... Sorry. Ja, ik voel me afzettend nog bepaalde allergenen waar we rekening mee moeten houden in de melk. Want er zijn een aantal kinderen met gevoelige maagjes hier in de klas. Weet, daar is moedermelk uiterst geschikt voor. Ja. Maar hoe kom je aan zoveel moedermelk? Heb je een kolftoernooi gedaan, of niet? Ja, zoiets, ja. Oké. Maar zijn er veel geïnteresseerd al? Nee. Ik ben de eerste die belt. Nee hoor, er zijn meerdere mensen die gebeld hebben. Oké. Maar je hebt het nog steeds in de vriezer liggen? Het ligt nog steeds in de vriezer, ja. Oké. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat er best rare mensen bellen als zoiets op Marktplaats staat. Ja, er was inderdaad vorige week een meneer die belde van... die had het wel, die vond het wel leuk om even uit mijn borst te drinken. Nou ja. Ja, toen dacht ik nee. En onder het motto, het gezonde van borstvoeding zit hem in de verpakking. Zoiets, ja. Damn. Nou, ik zal me even vertellen. Ik ben niet Jaap Knapsterhuis van basisschool De Springplank in Hazerswoude. Je spreekt met Gerard Ekdom van Radio 2. Ja, dat dacht ik ook al. Oh, dat dacht je ook al. Ja. Oké. Okay. Nou, Sissy. Dan vond ik het toch fijn om je even gesproken te hebben op dit vroege tijdstip. Nee, ik vond het leuk om even door jou wakker te worden, Gerard. Ja, dan ben je gewoon, ik heb je gewoon wakker gebeld. Jij hebt me wakker gebeld. Nou, Sissy, ik hoop dat je er vanaf komt. Want ja, dat scheelt een hoop ruimte in de vriezer. En ja, er is altijd een klikje over, 's avonds. Ja. Ik wens jou een prachtige woensdag. En succes met de melk. Ik hoop dat het goed komt. Hè? Joep, dankjewel. Doeg. Dag, Sissy. Hoi, hoi. Dat is toch ook wat? Als je mij wakker belt, ben ik echt niet zo vrolijk, hoor. Nee, dat is waar, hè? Dat klinkt je een beetje... Koekoek.